Je mag bij mij in de kast. Ja. Veel plezier. Als je als beveiliger zo je werk staat te doen, het ziet er gewoon niet uit. Dus je handen hou je altijd uit je zakken en ook niet zo in je mouwen wegstoppen. Dan moet je maar gewoon handschoenen aan. Of je zoekt naar drugs of naar explosieven. Dat is op dit moment even hetzelfde. Meneer, draai u eventjes om. Benen spreiden. Armen spreiden. Vingers wil ik zien. Twee. Eén. Nog twee keer. Eén. Omhoog. Twee. Eén. Oeh, netjes. Kijk, ja, groot, maar ik heb het niet. Ik dacht dat groepsouders moeten geluid praten. In het geval dat de noodverlichting niet brandde en we wisten ook dat de twee opnemen. Let op mensen of het deze nacht ook wel werkt en anders neem je het ook wel mee in je dienstrapport. Ik zou het wel fijn vinden als u het mes dicht houdt en neerlegt alsjeblieft. Shit, hoe gaat het nu? Zal ik het even voor u doen? Een paar minuten. Moet ik ze? Vooral eerlijk tegen elkaar bent en dat je respectvol met elkaar omgaat, dat je loyaal tegen elkaar bent. Noem je staat. Visie? Staat. Hoe is iets een beetje begrepen. Dan maak je het ook iets langer. Dit moet ik echt uitwerken. Kan ik iemand controleren of het mag? Is het een telefoonnummer? Ja, ik heb zo'n kop aan iemand. Zijn huisdieren zijn drie katten, één hond en een vader. Ha ha ha.